We gaan deze knik-knakjes testen. Ik ga ze eerst open doen, zodat ze weer... We gaan dus de knik-knakjes testen. De knik-knakjes krijgen gewoon een 100 op 10. We gaan deze koeken testen. Vitabist heette die, dus we gaan die nu open doen. Ik heb ze in twee gebroken, we gaan eens proeven, hè. Deze koeken krijgen een 10 op 10. Hey mensen, we gaan deze chips testen, dus we gaan even open doen. We gaan eens proeven, hè. De chips krijgt een 10 op 10. Hey mensen, we gaan weer eens een snacks testen video doen en we gaan de paprika chips eens testen. We gaan hem eens testen. De chips krijgt een 10 op 10. Hey mensen, we gaan iets nieuw proberen. Oxfam van de Wereldwinkel Fairtrade zoute chips. Deze dus. Ik heb dat dus nog nooit gegeten, hè. Ja. Ja. Het is niet slecht, maar het is ook niet lekker. Dus deze krijgt een 1. Ik vind het niet zo lekker, dank u wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Hey mensen, we gaan weer eens snacks testen. En we gaan als eerste de Spritz testen. We zullen die eens open doen. Oh, het zijn twee pakjes blijkbaar. We gaan deze koekje testen. De andere stukje ligt er nog in het zakje. Maar ik wou gewoon het grote koekje pakken. Deze krijgt een 10 op 10. Nu gaan we de cola proeven. De cola krijgt een 20 op 20. Dan gaan we het kijken tot de volgende keer. Mensen, we gaan snacks testen doen. Dus het eerste wat we gaan doen is, dus deze gaan we testen. En het is. En we gaan het eens open doen, hè. En dat ziet er zo uit, die koekjes. Dan doen we die open. Oké. Okay. Zo zien ze eruit. Gaan we ze eens testen. Hè. Ja. Deze krijgt een 10 op 10. Nu gaan we de Fanta testen. En nu gaan we de Fanta testen. Ja, eigenlijk gewoon gelijk door de normale Fanta, maar het is ook de normale Fanta. Een 10 op 10. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je de video leuk en tot de volgende keer.